opdracht 2. De tabel die je gemaakt hebt bij opdracht 1, die gebruik je bij opdracht 2. Je hoeft het niet opnieuw te typen. Hè? Wat je moet doen is de getallen optellen. 1 plus 1 plus 1 is 3. 2 plus 2 is 4, plus 3 is 7. 3 plus 3 is 6, plus 7 is 13. De enzovoorts in jouw boekje, enzovoorts, moet je niet typen. Dat betekent dat je door moet gaan met optellen. Dus 4 plus 1 is 5, plus 9 is 14. Dus moet je alles optellen. Maar Excel kan zelf ook rekenen. Dus deze getalletjes haal ik even weg. Je kunt de cellen die je wil optellen selecteren. Eén cel extra selecteren voor het totaal. En dan klik je hier op autosom. Het kan zijn dat je dit ziet. Het kan zijn dat je alleen zo'n gekke E ziet. Kijk of ik dat kan laten zien. Dan zie je alleen dit. Dat is hetzelfde. Als je daarop klikt, dan telt hij automatisch op. Dan kan je ook met twee kolommen tegelijk. En dan kan ik met alle kolommen tegelijk. Het is wel belangrijk dat je die ene cel extra erbij selecteert. Dan weet ik zelf namelijk precies in welke cel het totaal moet komen te staan. Nou, dit is alles voor opdracht 2. Je moet nu het bestand opslaan. Je klikt bestand en dan opslaan. En je moet het bestand afdrukken. Je checkt natuurlijk eventjes dat jouw naam en jouw klas, de datum van vandaag en het nummer van de opdracht. Het nummer van de opdracht moet je natuurlijk even veranderen. Dat is opdracht 2. Dus ik ga nu even ook opnieuw opslaan. En dan ga ik afdrukken. Dus zowel opdracht 1 als opdracht 2 moet je afdrukken. Oké, tot zover opdracht 2.